Gemarineerde Sint-Jacobsvruchtjes, zesten van limoen en olijfolie en een vinaigrette van soja. Sint-Jacobsvruchtjes in fijne schijfjes snijden. We gaan deze met een micropan met een rasp wat zesten van limoen daarop. Een klein beetje jus daarvan. Olijfolie. En op het laatste een klein beetje fleur de sel. Hoe maken we onze sojavinaigrette? Dus we nemen een lepeltje zelfgemaakte mayonaise. Daarbij komt een lekje sojasaus. Wat limoensap. Een beetje suiker. En op het laatste een teentje look. Of wat geplette look of geperste look. Het essentiële is look, limoensap, sojasaus, mayonaise en suiker. Zo, hier gaan we onze Sint-Jacobsvruchtjes mee parfumeren. Daarbij nog wat takjes shiso. En op het laatste, om terug het knapperige te bekomen in de mond, weer opnieuw wat broodcroutontjes. Dus en weer die broodcroutontjes erbij om het krokante met het zoetzure en het zoute bij elkaar te hebben. Ideaal aperitiefhapje voor een Campari Orange.